Trump of Clinton? Voor mij zou het Clinton zijn, want ik heb gewoon meer vertrouwen in dat zij Amerika kan gaan leiden in de wereld en de heer Trump niet. Ik zeg altijd Rutte als zo'n vraag gesteld wordt. Nee, ik hoop natuurlijk Clinton. Ja, nee hoor, is die Trump die is wel heel extreem op een aantal schalen. En dat lijkt me niet goed. Ik moet zeggen, ik heb ook wel grote moeite met zijn vrouwonvriendelijkheid. Het lijkt wel of seksisme ineens iets is wat gewoon weer mag. Waarom moet mijn dochter en de dochters van al die mensen in Amerika daaraan blootstaan? Dus ik hoop in ieder geval dat hij zich wat dat betreft, dat hij tot inkeer komt. Wat zou dat betekenen, een presidentschap van Trump? Ja, dat zou best eens op schade kunnen opleveren. En op een groot aantal fronten. En ook we hebben toch altijd, denk ik, in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog een grote losverbondenheid met land Amerika. En die zou niet meteen weg zijn hoor. Maar ja, op een aantal standpunten zo ver weg van wat we vinden. Ja. Nou, ik zou geneigd zijn te denken dat het misschien voor de internationale samenwerking wel handig zou zijn als het mevrouw Clinton zou worden gegeven, haar ervaringen op dat gebied. Ik mag niet stemmen, maar ik zou sowieso niet op Trump stemmen.